Ja, 1451, freeway in uitdruk. Gebouwbrand, appartementcomplex. 1451 ter plaatse, opschaling middelbrand. Maar goed, de ambulance is er. Die nemen het over. AC geen water, AC geen water. Oh god, AC help. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD for More. Vandaag ben ik met mijn collega op pad, deze boy hier. Met de autoladder, laat zeggen, geen 24 uur dienst. We gaan er wel kijken hoeveel meldingen we krijgen tijdens deze dienst. Alvast van tevoren, we gaan niet alle meldingen aannemen die... Of we gaan niet alleen maar meldingen aannemen die... moet ik even goed zeggen. We gaan ook meldingen aannemen die niet voor de autoladder bedoeld zijn. Oh. Dus denk aan een gebouwbrand sowieso, gaan we naartoe. Een reanimatie gaan we misschien ook eens naartoe. Een aanrijding gaan we niet naartoe, maar hou er rekening mee, de gebouw bij de gebouw, het gebouwbrand ding, iets, gaan we dus ook gewoon blussen. Normaal doen we een autoladder opzetten, ladder omhoog, eventueel mensen redden en eventueel vanaf boven blussen. Maar nu gaan wij gewoon met de ademlucht en alles naar binnen aanval doen. Hey, what the? Ja? Dus dit is de autoladder voor vandaag. Leuk dingetje wat mensen op mijn Instagram al hebben gezien. Kijk eens wat daar in beeld staat. Ik heb hem nu in zijn vrij. Even mijn deurtje dicht doen. Kijk, ik kan nu gas geven, alles. Gebeurt niks. Links in beeld de toerteller. Zet hem in zijn versnelling. We laten de rem los. Wat zie je dan? Hij gaat dan rollen. Zoals een echte automaat. Nou, het is dus gewoon mijn stuur. Mijn Logitech G29 heb ik aangesloten op GTA. Blauw test even. Nou. Grofflitsers doen het niet samen met de rest van blauw. Dan kan je een melding. Niet voor ons, dus voor de TS. dat. Wat is de toegevoegde waarde voor jullie? Nou, eigenlijk helemaal niks. Ik kan dus alles een beetje doen. Het is best moeilijk. Het lukt me wel, maar het is wel even wennen natuurlijk. Kijk, als ik zo stilsta, dan is dit al moeilijker dan dat ik dadelijk rij. Natuurlijk, in het echt moet je ook niet met je banden gaan draaien. Maar ja, kijk, nu kan hij eigenlijk gewoon een versnelling terug zonder gas geven. Lekker naar binnen laten rijden. Voor jullie kunnen dadelijk vooral zien hoe ik rij, zeg maar. Dus jullie kunnen zien van, hij geeft nu gas, hij stuurt nu, want je kunt ze gewoon het stuur zien. Als je naar links of naar rechts, als je naar links of naar rechts stuurt. En ja, voor de rest, voor mij is het een leuker dingetje. Maar ik had ook al met iemand op Instagram contact gehad en zei ook al van, ja, eigenlijk is het voor de kijkers geen toegevoegde waarde. Maar ja, dat klopt. Maar goed, toch ga je het hopelijk leuk vinden. Hou er even rekening mee. Vandaag zien jullie het over 2 dagen niet. En dan nog niet. Ik denk dat jullie een tijdje weer niet gaan zien en dan wel. Maar dat heb ik allemaal al een soort van uitgelegd in de Q&A antwoorden en vragen. Zo van, ja, soms moet ik gewoon wat opnemen en dan komt dat pas een tijdje later online. En deze video heb ik dus toevallig tussendoor opgenomen. Dus die komt iets eerder online dan de rest die ik al heb opgenomen. Het gevolg dan, hier heb ik wel al het stuur en bij die video's die later online komen had ik het nog niet. Attention all units, citizens report a possible fire on Alter Street, respond code 3. Die nemen we even aan. Ik weet niet of het een buitenbrand of een gebouwbrand is. Is het een buitenbrand, zijn we snel weg, want dan is het voor de TS. Is het een binnenbrand? Nou, TS is al ter plaatse, we horen het wel, mochten we niet meer nodig zijn, of juist wel. En we zijn vertrokken, twee handen aan het stuur.
linksonder dus in beeld kunnen zien wat ik doe, wanneer ik rem, wanneer ik gas geef, wanneer ik stuur, hoe ik stuur. Kan geen knipperlichten nog via, nog kan ik geen knipperlichten via het stuur. Ik weet niet of het wel gaat komen. Maar dan horen jullie het wel. Of dan zien jullie het wel. Plaatsen samen met de TS. Ah nee, de TS staat hier. Ah, daarachter is het. Hup. Ah ja, hier zo. Ah, hij crasht. Maar nu niet meer. Dus wij gaan retour kazerne en ik zie jullie graag weer terug op de kazerne. Eerste melding dus loze alarm voor de autoladder. Ja, 1451, Prio 1 uitdruk, gebouwbrand, appartementcomplex. En dan kijken naar mij wat nader, AC. Politie ter plaatse, dat is mooi, dankjewel. Meneer, dankjewel voor het wachten. Rechtsvrij, vertrokken Prio 1, gebouwbrand. De baan vrij, rode auto heeft mij gezien, vrachtwagen ook daarachter. Ook zo. Oké, lekker pik. Oh, die was iets te vroeg ingestuurd. Hier zijn toch helemaal geen appartementen? Of wel? Oh shit, toch wel. Oh, dat is die... Ik weet waar het is. Het is eentje verder. Nee, ook niet daar. Het is hier links. Nog eentje verder. Nee. Oké,
Kun je er langs rijden, zullen we maar... ...1451 te plaatsen op schaal en middelbrand. Oké, en nu kunnen we verder niks met de autoladder. We gaan omhangen. Even kijken hoe dat allemaal ging. Masker op. Jij mag. Vijf keer. Oké, omhangen. AC graag ter eerste plaatsen. 10-4, copy that. Attention all units. Fire trucks en route is responding country. Oké, okay, let's go. Mirror Park Boulevard. Mag wel iets meer omlaag, qua druk. Oké. Okay. Binnen. Verkenning. Hallo. Hop. Kijken of hierboven geen instortingsgevaar is, zo te zien niet. Oh, daar was een brand. Heb ik geluk dat dat niet groter was, anders was ik ingesloten. Laaghangende rook, waar komt die vandaan? Als verloren beschouwd worden, ook al ziet het er nog goed uit, flink wat rook, schade. Ik ga nog even door. Ik hoorde nog wat. Ik denk dat we hem wel brandmeester kunnen stellen. Nou, maar we hebben verder niks meer waar we nog heen kunnen. We kunnen geloof ik niet naar boven. Hier niet in ieder geval. Hier was de badkamer. Hier niks en hier was ook geen deur. Dus we gaan buiten even kijken of we een rookontwikkeling zien. Negatief, brandmeester AC. Jullie bedankt voor... Oh, sorry collega, ben je dood? Oké, okay, maar... Goed, clear equipment, fire off. Yes, collega, mag. En het kan uit, yes. Jij mag... afhangen. Of weet je dat ik zeg. Nou, oké. Okay. Ik weet niet meer hoe dat ook weer ging. Follow me. Even in zijn reverse. Gewoon rem loslaten, dan rolt hij vanzelf al. Rem in, schakelen en sturen. En even met blauw het kruispunt over en dan gaat alles uit. Collega's, bedankt voor het daar wachten. Ja, dat ding is sowieso mogelijk snel. Dus ik moet echt even, als je echt vol de gas indrukt, wat ik wel natuurlijk doe, moet ik even mee oppassen. Ja, het leuke aan die mod is wat je daar, ja, je hoort het misschien wel, je hoort het misschien niet. Maar als ik de stoeprand of zo raak, dan gaat mijn stuur toch een partijtje los. Dat is ja, zoals in het echt. Als ik met hoge snelheid de stoeprand zou raken, je ziet het al aan links in beeld, natuurlijk aan het stuurtje. Daar zie je hem al steeds trillen. Kan ook zijn dat ik mijn beeldscherm zie trillen tot het dat is. Maar dan zie je hem al steeds trillen. En dan ja, dat is wel een leuk effect. Het vooruitrollen als je de rem loslaat is een leuk effect, is een typisch ding bij automaat. Ja, en dan met het stuur als je ergens tegenop knalt of als je gewoon echt... Nou, dan rijden we even mee naartoe, het kan nog wel eens een afwijzingje worden. Dat je nou, dus iets raakt. En dan ook echt gewoon je stuur bijna uit je handen vliegt. Dat is, ja, ik vind dat een gaaf effect.
Moet natuurlijk niet irritant worden, want elke putdeksel, ja, die pakt hij ook wel mee. Maar het is wel zo dat je echt meer rekening moet houden met hoe hard je gaat, waar je tegenaan rijdt, waar je niet tegenaan rijdt. En je merkt wel als je iets hebt geraakt, mocht je twijfelen of zo. Bij mijn controller had ik dat ook wel al hoor, dat ik het voelde trillen. Maar nu voel ik het echt gewoon een slag krijgen. Oh, nou, hier zijn geen huizen. Oh, is midden op straat. Nou, dan voor de wegafzetting maar. Goedendag. Even kijken, collega. Ga maar beginnen. Hopefully time is on our side. Nee, ik wil geen taxi. Oké, weg afgezet. En ambulance, graag ter plaatse. Attention all units, ambulance, en route is responding code 3 to a medical aid request. Komt met een luchthoren, is even niet anders. Anders moesten we de brandweerauto met een ambulance rijden laten, dus het is maar wat je wilt. Lekker pik man, lekker gewerkt jongen. Kudos voor hem. Oh, we hebben de ticket. Oh, verkeerde ammu. Oh, wat doe jij nou? Oh, wacht, dan kunnen we natuurlijk gewoon... Ik heb deze model zo lang niet meer gespeeld. Zo. Oh, is hij weer dood? Oké, okay, alle die dingen zijn weg. Clear equipment. Hope we got here in time. Dat is wel nadeel als je het verkeer stopzet, dan stopt de ambu ook. Je denkt ook van nou, ik mag hier verder rijden. Ik weet dan niet of ze sowieso iets doen. Dag meneer, het is niet echt logisch dat we hem zo weg laten lopen, maar goed, de ambulance is er, die nemen het over. Oh, ik wil geen taxi. En we gaan snel weg hier. We moeten rechts op. Oh nee, we moeten niet rechts op. Oh, toch wel. Ja, onderweg hoor, AC. Copy that.
Prio 1. Brandgebouw, ambulance te plaatsen, zouden mogelijk slachtoffers zijn. Kruispunt vrij. Wat een drukte hier. Links vrij. Groen licht. Oh, we moeten ook links op. Ah, kut. Nu gaat alles mis. Ik krijg pijn aan mijn knie. Dus ik wil hem even strekken, want hij knakte. Moment. Au. Oké, het gaat weer. Ga aan de kant. Ligt aan mij hoor, dat ik je aanreed en zo. Maar het is een vrouw, logisch. Vrouw kunt niet rijden. Grapje. Oh, ik kreeg vandaag een boze reactie, jongen. Ik had ook zo voor de grap gewoon vrouwen kunnen rijden gezegd. Vrouwen kunnen vet goed rijden hoor. Maar toen was iemand dat ik, vrouwen kunnen wel rijden, zeg dat nooit meer. Ik dacht even, krijg je een doodsbedreiging hier. Maar goed, vrouwen kunnen inderdaad. Maar ik zei het wel nog een keer. Want ja, YOLO, bad boy, je weet toch. Ik weet niet waar we allemaal heen gaan, maar dat is een gebouw brand. En ik... Een gebouw brand op de snelweg. Werden de stronder, werden we rijden verkeerd. Werden ik heb gelijk. En dan kunnen we hier nog eraf. Ja, oké. Is hier beneden natuurlijk, ja. Is hier beneden. Oh, hier staat de ambulance al. Een soort van ambu. Hoi, het is daaronder. Ik ga daarheen hoor. Even rechts afslaan. Links vrij. Rechts afslaan. Staat stil. Oh, stoeprandje, lekker pik. Links afslaan. Sirene uit, blauw uit. Oranje aan. Want ter plaatse. In zijn vrij. Zwarte rook daarboven komt eruit. Lijkt meer op een schoorsteen. Hallo kat, ik zou weer zeker snel weggaan. We gaan naar binnenverkenning doen. Fijne. Firehouse. Hebben we nog genoeg water? Zeker. We gaan kijken naar je AC. Oh, hier is rook. Ja. AC bevestigd brand. Maar ja, daarom zijn we ook opgeroepen. Ja, dat vind ik lekker, denk ik. Hoppa. Oh. Dan ploft iets. Oh, er ploft iets en ik heb geen water. AC geen water, AC geen water. Oh god, AC help. We gaan het oplossen met een brandblusser. Hoe is het mogelijk? Wie verzint het? Want hier begint het pas, hè? Oké, gaat lekker, gaat lekker. Gaat soepeltjes. Ja, lekker man. Clear, oké. We hadden ook de ademlucht in de gaten natuurlijk. Alles onder controle, AC. Dus zo, voor zover nog geen gewonden gevonden. Eerste ruimte al gekleerd. Dus nog een beetje aan het nasmeulen. Of ja, meer. Oeh. Oh, easy peasy lemon squeezy. Rechts zag ik heel veel brand. Ja. Oké, kluisjes staan zelfs in brandje. Oké, tankbrandmeester.
C. Clear. 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 Hey. Jawel. Fucker. Ja, clear. We gaan nog een rondje achterom doen, want hij rent wel nog met zijn brandblusser ergens heen. Kan erop duiden dat hij nog een brandje heeft ontdekt. Zo. Schuit gelost hoor. Gaan we gewoon even een verkenning doen. Hier geen rook meer. Hij is nog aan blussen. Ik heb iets gemist denk ik. Ja, deze was niet goed uit hè. Dat dacht ik al. Hier clear. Let op. High voltage. Hier hoor ik nog iets. Ja, hier hoor ik zeker nog iets. Hier zit nog eens te smelen. Ah, die deur kan open. Oh. Ah, dat wist ik niet. Mag alleen niet gebruik maken van een lift. Ze mag niet dicht gaan. Oh god, help. Oh, hij brandt nog. Zo. Ja, confirmed. Woehoe. Snel naar buiten. Ja. Als hij brandmeester. En daarbij ook retour kazernen. Oké. End call out. Ik zie jullie zo meteen weer op de kazerne. Waar mensen bijgevuld. Etcetera. En hopelijk pakken we daar nog een melkje mee. Tot de avond. Tot zo. Refilled en weer op kazerne. We gaan naar de laatste melding. En ja, we gaan kijken wat het ons nog gaat brengen. Toch jongens. Oh, je hebt wel een zaklamp. Als ik een zaklamp wil dan crash die. Of ja, dan crash je niet. Maar dan selecteer ik flashlight en dan stopt die. Of dan gaat de helm weer weg. Heel raar. Maar goed, ik zie jullie zo bij de melding. All units, we've got a building on fire on Little Bighorn Avenue. Medical aid requested. Gebouw brand om het toekie. Prio 1. Roger, dispatch, we are en route. Roger that. Voor mij staat een auto. Ja, goed gezien. Officer, iets al te plaatsen, oh, ik ken het gebouw. Ambulance rijdt ook mee, de nee, ambulance gaat de andere kant op. Come on, can everybody move? This fireman needs to go places, let's go! Dat is een hele vervelende aanrijroute zeg maar, dus we pakken hem even een geheim. Dikke Audi G. Dan kan ik het plaatsen voor de 1451. Jullie mogen de sirene snel uitzetten. Binnen? Ja, ik kan hier naar binnen. AC 1451 ter plaatse. Eerste verkenning laat geen brand zien. Misschien wat rook. Even. Nou, niet echt ook. Ook geen rook. Echte vorming. Nee, warmte beeldkamer laat ook niks zien. Dus wij gaan. Niks aan het handje AC, wij gaan stoppen daarmee. End call out. En mensen, bedankt voor het kijken. Ik vond het een heel toffe video vonden. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video, zoals altijd. En laat zeker een blauw duimpje achter. Doei!